Hallo. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Goedemorgen allemaal. In naam van Studio 100 heet ik jullie van harte welkom hier op de Ivana. Op een speciale dag toch wel voor K3. Want sinds 6 november staat het leven van Hanna, Marte en Klaasje volledig in het teken van K3. Ze hebben 12 uitverkochte shows al gespeeld, Den Bosch en Gent. En ze zijn echt met open armen ontvangen door het publiek in België en in Nederland. Ondertussen hebben ze een fotoshoot gedaan, een dubbel CD opgenomen, 2 videoclips opgenomen en ze worden bijna dag en nacht gevolgd door backstage ploegen. En dat is voor het programma Dit is K3 en daar zou ik jullie heel graag eens een voorproefje van willen geven. Ik heb een chef er niet mee. Stop. Sinds dit moment draaien onze camera's van Studio 100 TV op volle toeren. Tijdens de kerstvakantie volgen we als allereerste K3 achter de schermen. Vulde K3 als ze de liedjes voor haar nieuwe cd zingt, als ze haar allereerste grote show repeteert. Haar allereerste videoclip opneemt. Hoeveel minuutje gaat de nieuwe K3 hier live op VTM-nieuws? Iedereen denkt u dus naar Dit is K3 tijdens de kerstvakantie op Studio 100 TV. Voilà. Ja, ik weet dat ze nog maar heel weinig tijd gehad hebben om jullie te woord te staan. Maar het schijnt dat we ook een hele strenge manager. Maar ze zijn hier vandaag een hele dag voor jullie, dus ik roep ze er graag bij. Hanne, Klaasje en Marte, K3. Hallo allemaal, in naam van K3 van harte welkom. Iets meer dan een maand geleden hadden we eigenlijk nooit durven dromen dat wij vandaag onze eerste cd zouden voorstellen. En we vinden hem echt zelf heel goed, dus misschien een beetje raar om te zeggen. Maar toen we een tijdje terug de demo's van onze liedjes horen, dachten we, wauw, worden dat onze liedjes? Ja, en we konden ons eigenlijk niet voorstellen om onze eigen stemmen op dat album te horen. En het staat er nu toch echt op. En we konden ons eigenlijk ook niet voorstellen hoe het eruit zou zien als onze hoofd op de voorkant van een album zouden staan. Ja, dus ik denk dat we jullie niet langer in spanning gaan houden, hè? Ja. We zullen hem gewoon laten zien. Ja, oké. 1, 2, 3. Dit is onze cd. 10.000 luchtballonnen. En we willen onze fans heel veel luisterplezier wensen. Alles nu even aan mij? Ja, daarnaast. Ja, daarnaast. Ja, daarnaast. Ja, daarnaast. Ja, daarnaast. Ja, daarnaast. Ja, want ik heb een grote verrassing. En jullie zijn met 3, dus jullie krijgen er natuurlijk elk 1. Oh, wow. Oh my god! Ja, maar dat komt zelfs goed, Jan. Ja, dat is een ding van het letten. Ja,